wat mij opvalt op toetsen of ook wanneer ik leerlingen zie studeren in de studies bijvoorbeeld, is dat leerlingen van A tot Z leren. Maar titels, tussentitels, is eigenlijk vaak niet gezien. Goed, schat ik eens op een lijn, niet op een hoop. Dus echt zo naast elkaar. Allee, wat ik zelf heb geleerd, is om net vanuit die titels en die tussentitels te vertrekken. Dat zijn uw kapstokken en de rest is invulling ervan. Maar daarom wil ik leerlingen nu al zo kleine prikkels geven om daarmee aan de slag te gaan. En vandaar dat ik vandaag een structuurcross georganiseerd heb. Je gaat dadelijk staan. Je staat nu op een rij, of gelukt. Maar je gaat dadelijk staan op het alfabet van de voornaam van uw papa. Even verplaatsen, 10 seconden. De les was na de speeltijd, dus het gemakkelijkste was om leerlingen te verzamelen gewoon op de speelplaats, omdat daar iets meer ruimte is. Wat heb ik dan gedaan? Ik heb ze in groepjes verdeeld, zodat iedereen niet per se met zijn vriendjes en vriendinnetjes samen zit. 4 een groepje, 1, 2, 3. Jullie met 3 en jullie met 2, een groepje. Je legt dadelijk je cursus open op het hoofdstuk waar we in zijn, dus hoofdstuk 4 is dat. Je krijgt daar vragen over. Als je een vraag weet, loopt je naar de muur, je tikt de muur, je komt tot bij mij en wie dat bukt en ik duid u aan, die mag het antwoord geven. Bij de volgende vraag wil ik iemand anders van de groep zien lopen. Ja? Altijd iemand anders van de groep die loopt. Je mag samen nadenken. Zijn er nog vragen voordat je kan beginnen? Eerste vraag is een opwarmertje, letterlijk en figuurlijk. We hebben 4 factoren van voor economische groei gezien. Welke 4? En daarnaast stel ik een vraag die hun dwingt om te kijken naar de titels en de tussentitels. Ja. Op zich super simpele vragen die echt peilen naar de structuur, waarvoor dat ze dus echt eigenlijk alleen maar naar de tussentitels en de titels moeten kijken. Oké, zeg vooraan. Kapitaalrentes, technologie en arbeid. Oké, goed. Eerste is binnen. Standaard vragen die ik altijd of die ik gebruik zijn hoeveel van iets, hoeveel voordelen, hoeveel nadelen, hoeveel kenmerken. En om dan voorbeelden te geven. Voorbeelden waardoor dat ze effectief die titels of tussentitels gelezen moeten hebben en er een paar al in hun hoofd hebben gestoken. We gaan het na factoren voor economische groei nog hebben over 3 verschillende dingen. Welke 3? Ja. Voordelen, nadelen en kloof tussen rijk en arm. Nee. Als het antwoord juist, dan verdient de groep een punt. Is het niet helemaal juist, stuur ik ze terug en moet er weer iemand anders lopen. Want dat vind ik wel belangrijk. Bij elke vraag moet er iemand anders van de groep aan het lopen zijn. Sephora Paloma moet lopen. Zij heeft nog niet gelopen. Moet ik teruggaan? Ja. Dat er niet een paar denken en een paar uitvoeren of de helft niks staat te doen. Dus ik wil eigenlijk elke keer iemand anders zien lopen, want anders stelt het antwoord niet voor. Lopen, 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 lopen. Hier wordt het helemaal. 6. Waarom bewegen? Sommige leerlingen die rollen al met hun ogen als ze recht moeten staan, maar na 7-8 uur per dag op hun stoel zitten, vind ik dat gewoon alleen een meerwaarde. Blijkt ook uit onderzoek dat er een sterkere link ligt. Maar wat ik ook nog heel belangrijk vind, is om ervaringen te verkopen. Hoeveel nadelen gaan we bespreken? 5. Nee. 6? Nee. Ja, een spectaculairder moment, iets wat dan meer bijblijft, waardoor dat die leerstof ook meer blijft hangen. Meer dan de zoveelste keer op hun stoel, dat zijn niet de uitzonderlijke dingen die blijven. Dat is mijn vraag. Nee, nog even gaan afwaken. Hè. Alleen het laatste twijfel ik nog over. Die punten kunnen op het einde opgeteld worden, maar om eerlijk te zijn ben ik heel slecht in het bijhouden van die punten. Is dat vooral een kwestie van zo de competitiegeest een beetje aan te wakkeren. En ja, ik merk eigenlijk dat leerlingen op het einde van het spel allang vergeten zijn dat het om punten gaat en dat het gewoon de interne competitie is die dat ertoe doet. Ik denk al, geteld even op hoeveel juiste antwoorden hadden we. In de klas bespreken we dat dadelijk. Pak doe je cursus toe, neem hem mee, neem je boekentas mee en we gaan naar het lokaal. Oké, we hebben nu net die oefening gedaan buiten. Gelopen, kou geleden. Maar waarom? Wat is daar het nut van? Waarom besteed ik daar in godsnaam tijd aan? Na de cross zijn we terug naar de klas gegaan en ik heb hem wel de vraag gesteld, waarom doen we dat nu in godsnaam? 1, om te voorkomen dat leerlingen zelf met die vraag komen van wat zijn we hier in godsnaam aan het doen? 2, omdat leerlingen dat eigenlijk vaak zelf al niet beseffen en dat ik dat wel belangrijk vind, dat ze weten dat dingen een nut hebben. Als ik niks had benoemd van die titels en tussentitels, nog eens achteraf, weet ik niet of dat ze daar effectief dan ook of zelf de link
hadden gelegd. Dus daarom vind ik dat wel belangrijk. Ben? Doordat we eerst buiten bewegen en iets van sport doen, we misschien aandachtig gegaan zijn in de les. Oké. Ja? Beter gaan oppikken. Helpt u ook? Meer zuurstof in uw hersenen en tegelijkertijd leren en bewegen. Helpt inderdaad, blijkt ook uit onderzoek, Angelique. Je bent gemotiveerd om te winnen, dus je leert alles, je doet heel snel alles in je hoofd. Is dat dan geslaagd? Is deze werkvorm nu de miraculeuze oplossing? Voilà, alle structuurproblemen de wereld uit. Ik betwijfel het sterk, maar ik geloof wel dat het een kleine stap is in een groter geheel. Ik moet daar verschillende keren per jaar op terugkomen en ik geloof en ik hoop ook wel dat dat in mijn zesde jaar, tegen dat mijn leerlingen daar dan zijn, dat die kleine dingen daar wel toe bijgedragen hebben om meer op de structuur te letten. Waar in uw cursus, wat voor soort informatie moest je dan lezen? Tussentitels. Titels en tussentitels. En daar doe ik nu... Ik ben er wel van overtuigd dat die werkvorm wel heeft geholpen om voor hunzelf terug te herinneren wanneer ze aan het werken zijn thuis of die leerstof studeren. Dat ze dan denken, ah ja, toen waren we aan het lopen en ik vond dat superleuk, superstom. Maar iets van emotie dat extra oproept, waardoor dat ze zich dan meer gaan herinneren. Dat is volgens mij wat bereikt.